Een hele goede morgen en leuk dat je kijkt naar deze allereerste dag vlog van ons. We gaan je deze week per dag meenemen wat we doen. We gaan dus geen weekvlog uploaden, maar alleen dagvlogs. En we lopen wel ietsjes achter de dagen, zijn wel een beetje anders. Maar goed, we hebben ervoor gekozen om dagvlogs te nemen, omdat we nu deze week gaan verhuizen. En dan heb ik echt heel veel beelden om te laten zien aan jullie. Dus ja, leek het me verstandiger om gewoon korte vlogs elke dag te uploaden als in één lange vlog van 45 minuten of zo. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden en dat wij het ook een beetje goed doen. Dat we wel een beetje beelden laten zien. Zoals je net hebt gezien buiten, dus de beelden hiervoor, zag je Jelmer en Klaas bezig met de Stuurhut logo met het bord. We gaan proberen om hem heel eraf te krijgen. Want we kunnen hem ophangen in onze nieuwe woning. In de logeerkamer wilden we hem ophangen als herinnering aan dit schip. Dan ga ik richting de slaapkamer, want hier staan kleren. En deze ravage, zo kan je het wat noemen, ga ik even opruimen. Ik ga alvast heel veel kleren ga ik al in zakken doen, dat die zakken klaarstaan. Dat we het in één keer over kunnen verhuizen. Niet dat ik dus de dag zelf daar heel erg druk mee bezig ben met mijn kleren. Dus dat ga ik straks doen. Daarna ga ik eventjes boodschappen doen. En ja, verder horen we vandaag wanneer we ongeveer gaan tekenen. Wanneer de overdracht is en al dat soort dingen. Dus ja, kijk gewoon gezellig mee zou ik zeggen. Nou ja, hier. Je kan het zien. We zijn al een aardig stuk verder. Kijk, hier is hij ook al een aardig stuk los. Dit stuk is ook al helemaal los. Nou ja, we gaan ons uitleven en we komen er langzamerhand wel een beetje. En ik denk dat het wel gaat lukken, maar het is nog best wel kutwerk. Oké, ik ben ondertussen bezig om mijn kledingkast in te gaan pakken. Want wij gaan woensdag gaan wij over, daadwerkelijk over. Dus heb ik hier ravage, alles. Ik ga alles in proberen in boodschappentassen te krijgen. En dan wil ik het zo doen. Een boodschappentas met overhemden en blousjes. Een boodschappentas met broeken. Een boodschappentas met t-shirtjes en met truien. En ook voor Klaas, dat ik het dus eigenlijk zo in de kast kan leggen. Maar ik denk niet dat het gaat worden, want zoveel boodschappentassen heb ik niet. En ik heb meer kleren. Dus ja, dat wordt even een puzzel, maar goed. Ik leg hier gewoon elke keer een hoopje neer, dat vouw ik op en doe ik dan in de tas. Of ik leg het op de tafel neer waar het bij hoort. En zo ga ik me gewoon heel mijn kast afwerken, denk ik. En dan ga ik wel zien hoe ver het is. Het is inmiddels 12:30. We moeten ook nog even een broodje eten, maar goed, dat doe ik zo snel wat tussendoor. En ik heb het even bij de Jumbo, heb ik even vuilniszakken gehaald. En sponsjes en afwasmiddel en Ajax. Dan kunnen we gelijk de boel schoonmaken en dan is dat gelijk klaar. Want ik wil wel dat vandaag mijn kledingkast, vandaag wel leeg komt. En dat ik die dus schoon kan maken. En dan probeer ik ook onder het bed de zooi vandaan te krijgen. Dus ja, ik hoop dat het gaat lukken. Ondertussen staat ook de tv aan. Olympische Spelen, schaatsen. Dus ja, ik ga mijn best doen hoe ver ik kom vandaag. Thank you.
gaan we doen, Pop? Wij gaan even naar de bouwmarkt. Wat gaan we doen? Naar de bouwmarkt. Oké. Okay. Ja, maar genoeg kleuren. Ja, hoeveel blikken mag je meenemen? Het is alleen de woonkamer. 2, denk ik. Oké, okay, Shatsi, wat mag een weer? Dat stond wel aan. We gaan naar boord toe. Ik ben zat. Und. En dan gaan wij... Worst eten. Braadworst eten. Nee, we gaan worstjes eten. Ja, en dan? En dan gaan wij verder met schoonmaken, denk ik nog. Ja, en wat moet Klaas nog meer regelen? Heel veel. Walstroom. Walstroom inderdaad. Dat gaat... Kanaal digitaal moet Klaas nog regelen. Ja, maar dat moet hij morgen maar even doen, denk ik. Dat kan morgen inderdaad. En wat moeten we nog meer? Nou, we zijn al een heel eind gekomen vandaag, gelukkig. Hier zie je de chaos. Ik zal het even zo filmen. Je ziet echt één hele grote chaos. En morgen om 12 uur gaan we tekenen bij de notaris. En dan kunnen we gaan overvuizen, waar we echt ontzettend veel zin in hebben allebei. Ook zie dat het licht niet zo heel mooi is, maar goed. Maakt even niet uit. Ik ga nu alleen deze vlog alvast afsluiten voor vandaag. Graag zie ik je morgen weer op mijn YouTube kanaal voor de nieuwe vlog. Dan zie je dus dat we hebben getekend. En ja, ik denk dat we dan aan het verhuizen zijn of iets. Dus ja, zeker morgen even kijken als je dat leuk vindt. En dan sluit ik hem voor nu alvast even af. Vond je het een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren als je het nog niet had gedaan. En dan zie ik je graag morgen weer. Doeg!